De studenten zijn er klaar voor. De cartoonist zit in de startblokken. Vanaf Fontes Sporthogeschool in Eindhoven is dit het Denk Groter Debat. Weinig. We hebben de pasta goed mee. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja, prima. Ben je te laat? The Rude Devil, Bangol, Fantor en Vanderman. Het waren zijn liefkozende bijnamen. En hij is een van de meest scorende spitsen van de wereld. Vandaag praat ik hier samen met 250 studenten met Ruud van Nistelrooy. Ruud, welkom. Jezus. Ja, we moeten heel actueel beginnen. Hoe zit je erbij? Ja, ik zit er lekker bij. Ben je een beetje relaxed? Ik ben er. Je hebt een afschuwelijke rit achter de rug. Ik heb een mooie tocht achter de rug en ik ging om 9 uur thuis weg vanochtend. Ja. Thuis is Spanje. Je bent vanuit Spanje vertrokken, je had vertraging. Ja, 2 uur vertraging. En we hebben je in Duitsland met een helikopter gehad. Duitsland, heli, bijna moeten omdraaien. De mist en de sneeuw waren bijna te erg. En, ja. Stond nog een klein stukje lekker in de file bij het vliegveld. Spannend? Ja, dat was oké. Wij hebben tijd genoeg gehad en natuurlijk hebben we even gekeken welke situatie lijkt nou het meest op deze situatie en we hebben dit filmpje gevonden. Ja, die was grappig. Ja. Cool hier, cool daar. Ja, hij is getest vandaag en hij werkt echt. Ja, het werkt echt? Hij werkt echt. Je zit er cool bij? Keurig droog. Ah, heel mooi. Zijn er nog meer dingen waar je spijt van hebt in je leven? Nee, dat was hele leven lang gratis deo. Dus, oh, echt waar? Nou, je hebt er vandaag plezier voor gehad. Is nodig. Je bent onlangs gestopt met voetballen. Heb je nog een bal aangeraakt sindsdien? Jazeker. Ja? In de achtertuin. Je kunt het niet laten? Ja, met de kids zo'n balletje tikken en dan... Blijft leuk. Ja. Maar verder niet. Nee. Nee. Maar wat doe je? Ja, van alles en niks. Nee? Ze noemen het wel eens een sabbatical year dan. Ja, misschien moet ik het zo omschrijven. Het soort tussenjaar. Dat is ook in Spanje gebleven. Wel met dit idee om terug naar Nederland te komen. Maar echt voor mij een soort van eerste jaar na een leven, zeg maar, wat ik heb gehad op een voetbalveld. En ik neem mijn tijd om daar even van bij te komen, wat ook is gebeurd. En dan weer een beetje weer op te bouwen om te kijken van wat ga ik doen. Nou, daar gaan we uitvoerig over praten. Mis je het veld al of niet? Nee. Nee, helemaal niet? Nee, helemaal niet. Okay. Nou, je zit in het Denk Groter Debat, je bent bij Fontes. En de eerste vraag die ik je moet stellen is, wie heeft jou ooit groter laten denken? Wie schiet je het eerste binnen? Roger Linssen. Want? Want hij was 19 en ik was 19 en hij zag mij voetballen bij Go Ahead Eagles FC Den Bosch in de kelder van de eerste divisie. En hij had een aantal dingen gezien waarop hij de conclusie trok dat ik de top in de wereld zou gaan halen. Ja, het was niet eens een optie in mijn hoofd, zeg maar. Ja, als je bij Den Bosch speelt en op dat moment echt in de laatste plekken van de eerste divisie meedoet. Dan heb je Real Madrid nog niet in je hoofd. Nee. Dat is wel een soort van logisch. En maar ik was ook 18, 19. Ik was ook op een leeftijd waarin ik het al wel cool vond dat ik bij Den Bosch in het eerste stond. Ja, cool, hè? Dus dat wilde ik ook wel, ja, prima. Hoezo, is er iets anders dan, weet je, op die manier? Dus, ja, daarna denk je van, oh ja. Zo kan het ook. Nou, er is daarna nog veel gebeurd. We gaan er met studenten over praten. Maar niet dat ik je even, nadat ik je even verteld heb, dat we een cartoonist hebben, Geert Rutte. Oh. Hij zal 1 cartoon maken van een belangrijk moment in dit gesprek. En straks vertellen waarom hij dat moment heeft vastgelegd. En dat wordt het aandenken van vandaag. Nou, leuk. Studenten, wie van jullie heeft er een vraag? Komt de microfoon?
Toen je de overstap maakte van PSV naar United, zat je in één keer in een kleedkamer met Giggs, Scholes, Beckham, Keane. Hoe was het om tussen al die grote personen toch jezelf te blijven, maar aan de andere kant toch jezelf te ontwikkelen? Ja, wel interessant, want mij gaf het een heel relaxed gevoel. Want ik dacht, ja, dit wat hier allemaal binnen zit, ja, prima. Ik sluit hier lekker bij aan. Ik hoef hier niks, geen kar te trekken of iets te roepen of iets te zeggen. Een relaxed gevoel als je de kleedkamer binnenkomt van Man United. Ja, maar ik was heel relaxed. Oh ja, als ik een slechte dag heb, hebben we nog een heleboel spelers die goed zijn hier. Ja, dus prima. En ik ga lekker mijn dingen. Ik ga aan jullie laten zien wat ik in mijn mars heb. En dat was mijn grootste motivatie, omdat ik hun bewonderde. En nu speelde ik samen met ze. Ik had een heilige overtuiging dat ik iets kon toevoegen aan dat team. Top, dankjewel. Oké. Wie nog meer? Ja, Ruud, je hebt met veel spelers en trainers samengewerkt. Wie was voor jou nou de beste speler en de beste trainer en waarom? We hebben jou geleerd wat je daarvoor nog niet kon of minder goed kon. Ja, ik denk waar we het net over hadden, om stappen te kunnen maken en mensen die je ogen openen. Noemde ik al eerder mijn zaakwaarnemer van toen en die nog steeds is. Maar toen ik van Den Bosch naar Heerenveen ging, kwam ik Foppe de Haan tegen. En hij heeft mij echt laten inzien wat het is om een prof te zijn. Dus als je het hebt over een vak als 100% professional uitoefenen, dat heeft mijn ogen daarin heel erg geopend. Dus van welke doelen wil je bereiken en hoe ga je dat doen en hoe ga je jezelf daarin analyseren samen met hem en samen met zijn trainingsstaf. Hoe ga je fysiek ontwikkelen? Wat ga je koken voor jezelf 's avonds? En, koken? Ja. Foppe bemoeide zich met wat jij ging koken? Ja, hij ging zeggen van wat eet je, wat doe je? Ja, ik veel. Ja, Smam kookt altijd. Best wel gezond. Maar ja, dan. Ja. En wie was dan de beste speler waarmee je hebt samengewerkt? Wat ik heel inspirerende speler vond, is Roy Keane geweest bij Manchester United. Hij zat daar een boekje te lezen. En een minuut voordat we naar buiten gingen voor de warming-up, deed hij even zijn schoenen en zijn sokken, of zijn voetbalschoenen en zijn schemerschermen aan. En ging hij naar buiten en liep hij 3 keer op en neer. Dan ging hij alweer naar binnen. En dan ging het fluitsignaal en dan ontstond er een viking, zeg maar. Het was bizar hoe hij die knop kon omzetten. Maar geen warming-up dus? Ja, gewoon een beetje. Niet nodig? Ja, blijkbaar niet. Nee? Had jij dat nodig? Ik wel. Jij moest warm worden? Ik had geen aan- en uitknop, zoals hij dat wel kon doen. En ik bij mij begon het al... De opbouw voor de wedstrijd begon bij mij al dagen van tevoren. Oh ja? Dus wat dat betreft had ik veel langer warming up nodig. Maar dan was je een paar dagen van tevoren, dan visualiseerde je die wedstrijd? Of? Ja, ik was wel bezig met ten eerste het verwerken van de afgelopen wedstrijd. En daarna de switch naar de nieuwe wedstrijd. Maar verwerken als je verloren had of ook als je gewonnen had? Allebei, ja. Ja? Ja. Maar hoe doe je dat dan? Hoe verwerk je dat dan? Ja, je weet, ik weet van mezelf van wat voor nulpunt ik weer moet komen. Dus te veel euforie. Dus ik zorg dat ik rustig weer bij mezelf kom. En ook in teleurstelling probeer je zelf weer omhoog te werken daar naartoe. Dus hoe lager of hoe hoog je zat, er was een soort nulpunt waar je weer op kon starten. Ja. We kennen je bescheidenheid, maar we weten ook waar je goed in was. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Ja, en zo nog heel veel. Weet je hoeveel in totaal? Ongeveer. Hoeveel? Ja, rond 400 volgens mij, of iets minder. Ja. En wat zijn de overeenkomsten? Wat is nou een typische Van Nistelrooy goal? In de 16.
Dat zijn geen afstandsschoten, hè? Nee. Ja, één keer vanaf de middenlijn was we meteen weer heel overdreven bij PSV. Ja. En één van de 150 in Engeland, dus eentje. Maar die was precies op de lijn, zo net zo, maar die telden ze erbij. Dus. Ja? Ja. Pak het toch mooi mee. Ja, dat is lekker, hè? Je bent een type speler die heel makkelijk om je tegenstander heen draait. Ze moest je altijd zoeken. Welke competitie was nou het meest geschikt voor jou? Engeland is echt een beestachtige competitie. Daar moet je fysiek op 1000% zitten. Ik kwam de grootste maat mensen tegen die ik ooit in mijn leven heb gezien, zeg maar. Ja, want zijn van zo. Zijn ze zo groot? Bestaan ze, weet je wel? Die staan er dan twee in je rug en dan denk je, ja, ik moet toch best snel zijn en zorgen dat ik niet in hun weg kom vandaag. Dus dan ga je er inderdaad omheen en langs. En... Ja, want je bent niet klein, maar... Ik voelde me wel best wel klein. Ja, ja. Want je had al van die kleerkasten tegen die het alleen van een intimidatie moesten hebben. Want een paas over 10 meter konden ze vaak niet geven. Nee, moest ook niet. Nee. Nee. Nee, er kwamen netjes mensen de bal ophalen. Ja? En dan was ook heel blij als ze die konden afgeven. En dan kwamen ze weer richting mij met stoom uit de neus. En als je dat 5 jaar hebt gedaan en je weet dat elke wedstrijd, of je nou Wolverhampton Wanderers uitspeelt, of Arsenal of Chelsea of noem maar op. Dan weet je gewoon dat je een uur lang gewoon oorlog moet maken om het laatste half uur daarvan te kunnen profiteren. Ja. Nou, dat weet je na de 250 wedstrijden in Engeland, weet je dat wel. En toen vond ik het heerlijk om in Spanje terecht te komen, want daar was het minder groot. Zonnetje? Meer denk zie ik staan, meer denken. Dus meer tactiek, techniek, zoals ook Spaans voetbal een beetje is. En, ja. En daar kon ik heel erg van genieten. Ja. Daar heb ik enorm van genoten. En dat paste op dat moment ook weer heel goed bij mij. Ik had eigenlijk een vraag aan u over uw toekomst. Ik had begrepen dat u wellicht trainer werd. Ziet u een toekomst bijvoorbeeld bij PSV in het vooruitschiet? Ja, ik ga in september beginnen met de cursus van trainer-coach. En daar moet je ook voor stage lopen en dat soort dingen. En daar zijn er wel de eerste contact al over geweest met PSV. Oké, en wat zou je willen bereiken als trainer? Ja, ik denk eventjes nu voor mij de komende 3 tot 5 jaar, zeg maar. Wat ik het afgelopen jaar een beetje heb samen kunnen brainstormen. Wil ik die cursus doen, dat duurt 2 jaar en daar stage ervaring op doen. En dan heel rustig kijken waar het trainingsvak mij gaat brengen. Ik ben benieuwd hoe het bij mij klikt met een heel andere materie, heel andere vak. Dus ik leef ook niet in de waan dat ik dat goede spelers goede trainers zijn. Dus daar wil ik gaan ontdekken. Ik wil gewoon even goed die... Daar heb je ervaring mee, hè? Ja. Dat goede spelers geen goede trainers zijn. Ja, had hij zaterdag wel anders kunnen doen. Ja. Ja, dit is wel een pijnlijk moment natuurlijk, maar... Ja. Nee, maar dat is de kritiek die jij destijds op Van Basten had, of zat dat net anders? Nou, hij wordt goed ingezet, ja. Ja. Nee, ik denk ook dat hij... Nou ja, inderdaad, ik sta er anders in. Kijk, hij ging vanuit... Zijn eerste job was het Nederlands elftal een WK doen. Ja, dat is onmogelijk. Dus nu ik daar zelf in zit, denk ik, ja... Het is petje af voor wat hij heeft gedaan eigenlijk. Want het was gewoon gedurfd, onmogelijk. Wat hij heeft gedurfd. Maar ja, goed. En hoe hij het toch heeft gedaan. We gaan even kijken naar een van je eerste trainers. Misschien wel een van de belangrijkste als het gaat over de start van jouw carrière. Ron, ja, zijn broer was inderdaad misschien qua talent. Misschien maar net zo goed als Ruud of nog beter. Alleen de instelling van Ruud was... Iets, ja, dat trouwens heeft de afgelopen jaren wel gezien. Ja, die leven voor voetballen, anders was er niks anders. Zijn eerste wedstrijd, zelfs zijn tweede of derde vriendschappelijke wedstrijd, oefenwedstrijd. Toen heb ik een ding gezien doen. Ik denk, nee, dat is niet normaal. Dat kan een normale jongen niet.
Hij passeerde op een vierkante meter en een speler. Drie spelers. En hij komt voor de keeper, 2 meter voor de keeper, en werd hem zo overheen en hij scoort. Ja, dat denk ik, dat is iets aparts. Talenten, daar worden mee geboren. Ja, daar kan niemand leren, daar wordt niet op getraind. Maar daar had hij in. En Ruud was duidelijk, die leefde nogmaals puur voor voetbal. Die gingen mee naar bed en stond er mee op. Dat was nog maar 14 jaar en vroeg. Ruud, we hebben een belangrijke wedstrijd. Vanavond een uur of 10 diende wel in bed te liggen. Dan lag je hem 9 uur op, plots van 10. Ja, zo'n dergelijke dingen, daar kun je zien dat iets apart is. Die leven puur voor voetbal. Mooi, hè? Ja, mooi. Is Hasje Reis? Hasje, ja, zeker. Is het is de eerste trainer waar jouw carrière echt serieus begon, zou je dat kunnen zeggen? Ja, hij maakt ook iets in mij los. Kijk, als ik wat hij beschrijft, zeg maar die stem, die stem van hem, die bulderde daar langs de lijn. Dus als ik daar de moment waar hij beschrijft, hij ging compleet uit zijn dak van die goal die hij beschrijft die ik maakte. En ik maakte gewoon een goal voor me. Ik had niet zoiets van dat het nou zo apart was, maar hij ging volledig uit zijn plaat. Dus toen dacht ik ook, ja, misschien ben ik echt wel, weet je wel. Door het gebulder van Hasje kreeg je een soort van feedback van iets aparts doen. Ja. Ja. En dan toen opende wel bij mij iets van, ja, misschien kan ik wel iets aparts of zo, weet ik veel. Ja. Ja. Ruud, het is algemeen bekend dat je tijdens je carrière heel veel geld hebt verdiend. Om en nabij zelfs 52 miljoen euro. Wat ga je in godsnaam al die geld doen? Wat heeft in godsnaam met jouw opleiding te maken? Wil je een andere vraag stellen? Ik was wel benieuwd. Wat ga ik ermee doen? Nou, ik heb toevallig iets over opgenomen. Je weet er helemaal niks over zeggen, Ruud, over geld? Precies hoeveel het is? Of Wil je helemaal niks zeggen over geld? Over wat je idee is? Ja, ik heb geen idee. Er komt even niets. Geen droom meer wat je nog wil doen? Iets met ermee? Of? Nou ja. Nou ja, gewoon mijn leven leiden. Ik heb niet zoiets van, wow, ik ga die auto kopen. Ik weet niet, ik ben niet zo geld ingesteld. Ja, misschien is het handig als je het hebt. Naast geld, was het meest dierbare waar je precies aan je carrière hebt over? Goeie vraag. Nee, ik kan met geld wel bijvoorbeeld iets terug doen. In die zin dat ik een stichting, een foundation ben begonnen. Waarin ik wel zelf heel veel geld heb gestoken. En daardoor mooie dingen kan bereiken samen met een hele groep goede mensen die daar volledig de kar in trekken. Ik heb geen kick voor auto's of mega dure hobby's ik heb niet iets dat ik het wil laten zien van kijk mij nou eens, maar ik probeer het wel op die manier daar iets mee te doen. Okay. Er is veel te doen geweest over wel of niet terug bij PSV en we hebben een paar mensen gevraagd wat ze daarvan vonden. Oh, ja. Hij heeft heel veel te danken aan PSV, dacht ik, Ruud van Nistelrooy. Toen hij in zijn periode zat met zijn blessures, heeft hij toch jaren van PSV mogen genezen. En naar de hand heel veel mooie dingen mogen doen. Ik had graag dat hij teruggekomen was. Het is mij altijd tegengevallen dat hij dat niet heeft gedaan. Ik vind dat jammer. Dat had ik wel heel graag gehad, ja. Dat had ik zeker graag gehad. Maar heeft hij niet gedaan, helaas. Maar hij was zeker welkom. Ja. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel, ja. Vind ik wel. Dat is ook een goede voetballer. Dus, Naar zijn belofte die hij gedaan heeft, toen de tijd, had hij in principe zijn afspraken daar moeten komen. Ja. Maar ja, ik denk alleen maar aan geld. Als je woord moet houden. Dat vind ik wel. Dat was wel heel erg leuk geweest als hij dat gedaan had. Ja, denk ik wel. Maar goed, hij was misschien niet meer zo fit. Dus wellicht had hij het verschil niet meer had kunnen maken en dat hij dat heeft aangevoeld. Ik persoonlijk had de indruk dat de communicatie tussen Ruud en PSV niet optimaal was. En bovendien weet ik dat, laat ik het zeggen, de verhoudingen tussen PSV en Ruud zijn zaakwaarnemer nou ook niet top waren. Dus ik denk dat die twee dingen een rol hebben gespeeld. En ik wist dat Ruud, nadat hij in Hamburg was, weer zo terug verlangde om nog een paar jaar naar Spanje te gaan. Dat ik toen wel wist dat het daarna geen haalbare kaart meer was. Bovendien
Ja, toen vond ik het eigenlijk ook niet meer zo opportun, als ik heel eerlijk ben. Oké, een heleboel argumenten. We gaan er zo even op terugkomen. We gaan eerst even kijken hoe de zaal erover denkt. We hebben de mogelijkheid voor één stelling, die zet ik nu in. Zouden jullie de groene en de rode kaartjes willen pakken? De stelling van vandaag is, Ruud had zijn carrière bij PSV af moeten sluiten. Als je zegt ja, dat had gemoeten, dan is het groen. Als je zegt nee, dat had niet gemoeten, dan is het rood. Dat is een gemengd beeld. Dat is een heel gemengd beeld. Had je dat verwacht? Ja, is goed om te zien. Mag ik eerst even een reactie hier van jou? Nou ja, het is natuurlijk je eigen keuze geweest. En het is wel 3 jaar dat je bij PSV had gezeten. Het is niet dat je, net als bij een Messi, die 10, 20 jaar lang bij een team speelt en heel veel heeft meegemaakt. Dus wie vond dat hij het wel af had moeten sluiten bij PSV? Wil er even op reageren? Jij dan? Ik denk omdat je in de voetballerij zijn de beloftes misschien iets minder waard, maar je maakt wel een belofte. En ik vind op het moment dat je die belofte maakt, dat je die ook moet nakomen. Ja, Ruud. Klopt. Klopt in principe. En er zijn dus blijkbaar wel uitzonderingen op. En ik heb die keuze. Ik ging in 2001 bij PSV weg. En ik heb in 2010 en 2011 een keuze te maken. En dan weet ik wat ik beloofd heb terug in 2001. En dan is dat een afweging in je hoofd van wat doe ik, wat ik beloofd heb, of ligt het, of doe ik wat ik nu denk dat het beste voor mij is. Kijk, er werd een beetje om gelachen wat die ene jongen zei, van ik denk dat hij niet meer zo fit was en dat hij het gevoel had dat hij niet meer zo heel veel kon toevoegen, dat hij dat heel goed heeft aangevoeld. En dat komt bij Malaga nog wel? Dat komt bij Malaga wel, want daar verwachten ze niet dat ik er 30 inschiet. Nee. Goed, studenten, weer aan jullie. Even hierachter. Ja, hallo, ik ben Daan. Ik studeer journalistiek. En ik vroeg me af wat in uw carrière uw meest negatieve ervaring is geweest met pers. Ja, dat was in Engeland. Dat is mijn meest negatieve ervaring geweest. Toen ik trouwde, daarna was dan zoiets van, wanneer... is het net getrouwde, verliefde koppel, zwanger. En dat was toen een thema. En op een gegeven moment werd de huisarts daar in Engeland werd gebeld door een zogenaamde dokter. Die mijn vrouw Leontien bij een ernstig auto-ongeluk betrokken was. En hij moest gaan opereren. En hij moest weten of ze zwanger was. Die arme assistente die compleet daar onder druk door is gezet. Van ja, ik moet het weten, ik moet het nu weten, ik moet nu gaan beginnen. Ze is net binnengekomen. We moeten dit weten. En zij heeft niks gezegd uiteindelijk. En zij belt mij op van Ruud, hoe is het in godsnaam? Alsjeblieft, laat het niks erg zijn. Ik zeg ja, er zit hier naast me op de bank. Dus die heeft geen auto-ongeluk gehad. Ja, dus zij brak helemaal huilen en... Nou goed, dan weet je gewoon niet wat je meemaakt. Zo hoog is die druk. Oké, dank u. Asje. Ja. We moeten naar een van de meest memorabele momenten in je carrière. De overstap van PSV naar Man United is even uitgesteld geweest. Oh ja. We laten een expert aan het woord. Nou, eigenlijk is Ruud van Nistelrooy 2 keer getransfereerd. Hij is 1 keer getransfereerd voor 60 miljoen gulden. Alleen de transfer kon pas afgerond worden als de medische keuring voorbij ging. En nou, tussen die 2 tijdstippen in gebeurde het tragische grote ongeluk met Ruud zijn kniebanden. Dus die transfer die ging niet door. Gelukkig is Ruud goed hersteld. En dat betekent dat Manchester United het jaar erop terugkwam. En toen is Ruud voor de 2e keer getransfereerd. Alleen het kost niet 2 miljoen meer. Nou ja, ik vond dat wij een hoop kosten gemaakt hadden om hem weer op het oude pijl te krijgen. En hadden een jaar zijn salaris betaald. Dus we vonden wel dat daar een compensatie voor moest. En dat deed Manchester United niet zo flauw op, ja. Wat is voor Manchester United 2 miljoen gulden? Wat een voorzitter, hè? Mooi, hè?
Ja, je raakt geblesseerd en je kost 2 miljoen meer. Is dat knap? Hebben ze goed gedaan. Ja. Ja. Je keek even weg toen. Kun je nog steeds niet zien? Nou, ik vind het niet zo leuk om te zien. Maar voel je het ook weer? Ja, ik heb niet gekeken, maar anders had ik het wel gevoeld, denk ik. Het is misschien een van de belangrijkste momenten in je carrière geweest, ook om aan te tonen dat jouw doorzettingsvermogen bijna onmetelijk is, volgens mij. Ja. Het was weer op die nullijn komen, best wel van diep, van ver. En plan maken hoe ik hier uit zou kunnen komen. Dus daar ben ik wel mee aan de slag gegaan. Ja. Plan maken met fysiotherapeuten, snap ik. Maar hoe maak je dat plan om je hoofd fit te krijgen en om de kracht op te brengen om door te gaan? Ja, op een gegeven moment, als je zeg maar uitgehuild bent, en ik ben gewoon aan de slag gegaan, ja. En misschien is gewoon, niet het woord, maar ik ben wel aan de slag gegaan en ik wilde gewoon, ik wilde terugkomen en ik ben gewoon keihard gaan werken. En dan geen concessies en dat volhouden. In die eenzaamheid, wat had je toen voor ogen om terug te komen? Ja, het begint zo van, als je zeg maar net geopereerd bent en je leert weer opnieuw lopen. Ik had helemaal niet het idee van, in de beginfase, van ik kan weer straks een meter hoog springen en op één been landen en weet ik veel. Het was niet voor te stellen. En dan zei ik ook tegen de fysio van, ja, dit kan toch niet. Ja, dus beetje voor beetje kom je daar wel weer. Nou, beetje voor beetje kom je daar ook. En dan krijg je het vertrouwen en het, ja, stap voor stap. Ja, voelde je wel altijd gesteund door iedereen, zeg maar, dat vertrouwen te houden dat je weer terugkomt op het oude niveau? Ja, ik had wel heel veel steun. Maar je moet het zelf doen. Je moet zelf 's ochtends opstaan en dan ga je weer naar de fysio en naar de oefenruimte. En dan weet je dat je weer 5 uur aan de bak mag die dag. En dan moet je gewoon op die home trainer die 60 minuten volmaken. En als er niemand is, dan moet je niet meer 55 minuten afstappen, terwijl je heel graag wil afstappen. Dat je denkt van, weet je, waar hier in heel die scheid gymzaal, interesseert mij die 5 minuten, mannen. Ga ik het daardoor wel of niet redden, weet je. Je hebt zo lange tijd om, het gevecht met jezelf heb je gewoon constant. En dan? Ik ging het 100% doen. En geen één concessie gedaan, geen één. Nooit, met geen één oefening. In die 9 maanden heb ik 1 minder gedaan of 1 seconde minder. Alles, maar ook niet 1 seconde meer hoor. Dus ik ging die ook niet overdrijven, wacht even. Maar, het is toch steeds op nul komen bij jou. Op nul, ja. Op nul. En van die fiets af en tot morgen. Nou, nog 1 keer Harry Verheij dan, let op. Oh jee. Ja, Loret, hij heeft natuurlijk alles in zich. Ik weet alleen niet of Ruud in die end het leuk vindt om trainer te zijn. Dat kun je nooit beoordelen, vind ik. Ik denk dat Ruud zich misschien zelf veel leuker vindt bij de jeugd dan bij de... Dat zou hij wel heel leuk vinden. Maar of hij die stress met zo'n eerste elftal en dergelijke nog eens een keer aan wil gaan, dat weet ik niet. De jeugd in plaats van de stress met het eerste elftal? Ja, klopt wel. Ja? Op dit moment zeker. Dus die 3 tot 5 jaar die ik wil gaan investeren in een trainerscarrière, die zal zeker bij een jeugdteam beginnen, verwacht ik. Ja. En op dit moment moet ik niet denken aan wat hij beschrijft, de stress van een eerste elftal. Studenten, aan jullie. Ja, ja. Ja, Ruud, we weten van jou dat je altijd heel serieus met je vak bezig bent. En ja, je bent heel lovend over foppen. En dat begrijp ik ook natuurlijk wel. Maar wat ik me nou afvraag, er is de laatste tijd ook heel erg veel discussie in het voetbal over toch voetballers die ook buiten het veld heel erg ontsporen. Jonge spelers vaak. Mm-hmm. Zie je daar niet voor jezelf een rol in weggelegd om meer aandacht te hebben voor alles buiten het veld om? Echt voor jonge spelers? Ja, hele goeie. Hele goeie. Ik wil echt gaan kijken om... Waar mijn hart gaat liggen. Hè? Het kan ook in dat soort begeleiding zitten. Het kan ook zijn bijvoorbeeld die jongens die een beetje tussen wal en schip zitten. Tussen een A en een eerste.
daar valt gewoon heel veel weg. En zijn nog net niet goed genoeg voor het eerste. Maar misschien in zo'n groep te begeleiden. En ik denk ook zeker dat daar buiten het veld gedeelte daar een heel belangrijke rol in speelt. Er zijn kinderen die nog erger uitvallen. We kennen elkaar van jou, Ruud van Nistelrooy Academy. Dat zijn niet alleen jongens die uitvallen bij het voetballen, maar die het helemaal lastig hebben. Laten we eerst maar eens even gaan kijken. De Ruud van Nistelrooy Academy is geen voetbalacademy. Het is een plek waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Nou, waarom speciaal voor deze kinderen, Ruud? Ja, ik denk juist die het heel hard nodig hebben. En daarom willen wij er voor die kinderen speciaal zijn. Omdat zij groot worden in een omgeving waardoor er minder kansen zijn dan een gemiddeld ander kind. En omdat ze anders zijn in die zin dat zij anders zijn dan de rest. Ja. Maar dat anders zijn, dat doet er totaal niet toe. Dus wat dat betreft gaan wij gewoon met ze aan de slag. En boeken prachtige resultaten wat dus aantoont dat... Als je mensen maar niet buitensluit en maar opneemt en relaties aangaat, dat daar gewoon fantastische resultaten uitkomen. Wat is jouw eigen rol op dit moment bij de Academy? Ja, ik ben de naamdrager, degene die de organisatie is begonnen en die de organisatie van bovenaf mee aanstuurt en de lijnen uitzet. Dankzij fantastische mensen die er dagelijks uitvoeren, kunnen wij hele mooie resultaten boeken. In het Denk Groter debat leggen wij een paar dilemma's voor. Passen is uit en boze. Als PSV tegen Manchester speelt, dan ben je voor? Doe jarenlang je best om neutraal te blijven. Ja. Ik ga even iets inschenken. Ja, ik snap dat je het warm krijgt. Ja, jongens. PSV. Als Manchester tegen Real speelt. Nee, dat... Ja. Eén keer passen mag. Real tegen Ajax? Ja. Pas. Nee, Real natuurlijk. Wat gaat nu voor? Jouw nieuwe carrière als trainer of de carrière van Leontien, bijvoorbeeld als fotograaf? Leontien. Messi of Cristiano Ronaldo?